Hey, ik ben Timo van Slim Living en vandaag gaan we een heerlijke workout doen met z'n allen. We gaan 4 oefeningen in totaal doen en ik ga hem helemaal jullie doornemen. Waar we mee gaan beginnen is de eerste oefening is een glute bridge, voornamelijk voor de billen en de hamstrings. En je hebt eigenlijk hier niks voor nodig. Je gaat op de grond liggen en we gaan een beweging vanuit de heup maken omhoog. Ik zal hem één keer laten zien. Je ligt op de grond, de hakken zijn sterk. In de grond, je ligt helemaal plat en we gaan vanuit de heup, billen en de hamstrings helemaal omhoog. Zo ver mogelijk tot je lichaam in één rechte lijn is. Ja, gaan we 12 stuks maken. Komt ie. 1, helemaal vastzetten, billen aanspannen. 2, adem diep in en dan komt ie omhoog. 3, vanuit hier komt ie omhoog. 4, netjes. 5. Vanuit hier, krachtig. 6. Hard mogelijk bovenin in de billen knijpen. 7. Komt ie, krachtig. 8. Netjes. 9. Hou dit vol. 10. 11. En 12. Oké. Vind je dit nou veel te makkelijk? Kan niet met één been. Strek je één been uit en dan kom je vanuit daar omhoog. Of je legt een gewichtje op je heup. Ja? Oké, volgende oefening die we gaan doen is een soort push-up variatie. Alleen dan echt alleen maar vanuit de tricep en een klein stukje vanuit de borst. Wat we willen, je gaat helemaal plat liggen op de grond. En je drukt jezelf alleen maar omhoog vanuit je armen en een klein stukje borst. Heup blijft goed op de grond. Dit is je eindpositie. Billen aanspannen. En je armen zijn helemaal uitgestrekt. Ja, gaan we 10 stuks doen. Komt ie. 1. Heup blijft mooi op de grond. 2. 3. 4. Helemaal goed. 5. Schouders helemaal uitbrengen. 6. Hou dit vol. 7. 8. 9. En 10. Oké, super. Het zijn de eerste 2 oefeningen. Die gaan we steeds herhalen. Daar gaan we nog 2 setjes van doen. Dus we draaien hem weer om. Komen op de rug liggen. En we gaan 12 herhalingen van de glute bridge maken. Komt hij op. Vastzetten. Billen aanspannen. 2. 3. Ver mogelijk omhoog. 4. 5. 6, 7, 8, 9, helemaal goed. Goed in die billen knijpen. 10, laatste 2, 1 en 2. Oké, top. Gaan we weer door naar de push-up variatie. Belangrijk weer dat de heup goed op de grond blijft en dat je echt die billen blijft aanspannen. Dus vanuit hier. Gooi de borst naar voren, druk hem uit vanuit de armen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hou vol, 7, 8, 9 en 10. Oké. Te makkelijk, lekker wat hoger in herhalingen gaan zitten. Deze mag je echt wel tot 20, 25 stuks doen hoor. Oké, laatste ronde. Gaan we door naar de glute bridge weer. We liggen plat op de grond. Knieën gaan mooi naar buiten. Zorg, je ziet soms dat de knieën naar binnen toe vallen. Wil je niet hebben, echt vanuit die bilspier. Gauw. 1. 2. 3. 4, adem diep in, vastzetten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, laatste 2, 1 en 2. Oké, deze wil je echt voornamelijk echt in de hamstring en in de billen voelen. Laatste keer, push-up variatie. Gaan we. De heup is weer goed op de grond. Je ligt helemaal plat op je borst. En je drukt hem uit vanuit de armen.
Schouders helemaal uitbrengen. 6. Hou vol. 7. 8. 9. Dit wil je dus eigenlijk niet hebben, maar dat hij echt plat op de grond blijft. Laatste. En 10. Oké. Super. Eerste 2 overleefd. Gaan we door naar de volgende 2. We hebben de vorige keer een hoge plank gemaakt. We gaan nu naar een lage plank. En die gaan we 20 seconden vasthouden. Wat belangrijk is, elleboog recht onder je schouder. Je spant de billen aan en je zorgt helemaal dat je rug recht staat. Ja? Niet te laag, niet te hoog, helemaal recht. Oké, gaan we 20 seconden doen. Komen we op, drukken hem uit vanuit de schouder en we houden hem vast. Goed door blijven ademen. In en uit. In en uit. Hou dit vast. Billen blijven aanspannen. Super. Komt hier nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Oké, helemaal goed. Combineren we. Ook voor de buik. We liggen op de grond, op de rug. Benen komen in een hoek van 90 graden. En we gaan om en om één been uitstrekken. Armen blijven gewoon relaxed op het lichaam. Strekt één been uit. Kom terug, ga naar die linker. Ja, belangrijk weer dat ze altijd terugkomen naar het 90 graden moment. Pakken we. Is 1. Gaan we 8 stuks maken per kant. 2. Mooi laag, bijna naar de grond. 3. 4. Helemaal goed. Hou dit vol. Goed voor de coördinatie ook. Ik heb er ook altijd nog moeite mee. Laatste 2. 2. En ontspannen. Super. Deze gaan we allebei nog 1 keer doen. Oké. Kom je naar die plank. Belangrijk, billen goed blijven aanspannen. Schouder recht onder de elleboog. 20 seconden. Komt ie. Hou hem vast. Vind je te moeilijk? Mag je op de knietjes? Of proberen naar een hoge plank? Maar probeer het liefst knietjes en dan even weer proberen. Dat je weer opkomt en hem vasthoudt. Goed blijven aanspannen vanuit de billen. Gaan we nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspannen. Oké, top. Laatste oefening. We liggen weer op de grond. En om en om met die coördinatie. Oké, gaan we. Hou dit vast en mooi terug. Dit is super. 4. Hou dit vol. 5. 6. 2 stuks nog. Netjes. En de laatste. Oké dan. Helemaal top. Dit was de workout. Ik hoop jullie heel snel weer.